We gaan het hebben over Oekraïne, want we zeiden het al, de ene crisis, corona, was al gelukkig afgelopen. Toen diende de volgende zich alweer aan. Sven, jij eerst. Jij wilde een fragment laten zien, en dit is van 10 februari van dit jaar, waarbij aan tafel zitten NAVO-diplomaat David van Wel en Maarten van Rossum. Ik zie jou wat mopperend heen en weer kijken. Ja, ik kan mij niet voorstellen dat Poetin zo gek is om de Oekraïne te bezetten. Je kunt je nog wel wat vervelende acties langs de grenzen en gepruts misschien daar in Luhansk en Donetsk. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar bezetting, ik geloof... Maar je kunt je ook niet voorstellen dat hij gezichtsverlies wil leiden. Nee, maar dat leidt hij ook helemaal niet. Hij heeft al hartstikke veel bereikt door niks te doen behalve die rommel netjes te parkeren. Hè? Hè? Jij had het goed, Fidan. Hij is nu af als ziener, hè? Sven. Ja, nou, hij was niet de enige, hoor. Ook aan de kant van militairen waren wel mensen die zeiden... ja, wat we zien is ongebruikelijk, maar hij zal dat toch niet doen... want dat wint hij nooit. Dus het is ook niet om vervelend te doen tegen Maarten van Rossum. Maar het gebeurt... Ik volg die NAVO al een jaar of 30. En ben daar ook geregeld over de vloer geweest. En ik heb nog nooit meegemaakt dat NAVO-mensen... diplomaten, David van Wees, onze hoogste Nederlandse diplomaat daar, de assistent-secretaris-generaal, dat die uit eigen beweging alarm komen slaan. Dan is er echt iets aan de hand. Nou, dat bleek dus ook. En dat was, wat is het? 14 dagen voor de inval. 2 weken voor de inval. Maar hebben we dan niet genoeg geluisterd? Rob Bauer was hier een paar weken geleden nog, nu de hoofd van het Militair Comité van de NAVO. Die zat hier ook al maanden van tevoren te waarschuwen. Let op die Russen. Zijn we allemaal te naïef geweest? Is dat ik het probleem? We konden het niet voorstellen, ons niet voorstellen. We wilden het ook niet ons voorstellen. Nee. Terwijl hij er eigenlijk al 20 jaar of zo mee dreigt. Dus je had het wel aan kunnen zien komen misschien. Maar men ging er gewoon niet van uit. Vooral niet dat het op zo'n grote schaal zou gebeuren.